Oké, er zijn troepen van ons in gevaar. Dus wat wij gaan doen, wij gaan ze helpen. Ik heb misschien een granaat op onze eigen troepen gegooid. Daar zag het er wel naar uit. Ik zag stormtroopers vliegen. Hey kijkers van Kicks Games, wil ik jullie kijken naar deze gloednieuwe aflevering van Star Wars The Campaign van Battlefront 2. Iets andere volgorde had ik dat willen zeggen eigenlijk, maar dat kwam er zo uit. De eerste aflevering is goed ontvangen. Ik heb op Twitter gevraagd wat jullie liever wilden zien. Crash Bandicoot, Star Wars. Star Wars kwam eruit, dus we gaan gewoon Star Wars spelen vandaag. En ik hoop dat jullie er super veel zin in hebben. Vorige missie hebben jullie hopelijk al gezien. Zo niet, check dan heel even die eerste video, want we spelen dus een storyline uit. En dan zou ik zeggen, heel veel plezier met deze nieuwe missie. Goed. We zijn nu in-game. En we moeten eigenlijk de tegenstander gaan uitschakelen. Dus laten we dat dan ook doen. Even kijken hoor, we hebben de E. Oh wacht, dit zijn enemies. Oh, hello. Oké dan. Kunnen we hem ook uitschakelen? Oh shit. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ze het gelijk zouden doorhebben. Maar dat ze nog wel een soort van... Ja. Where is everybody? Hier was ook iemand. Toch? Of is hij al dood? I don't know. Zo. Ah shit. Ik schot mis, maar ik ga ervoor. Screw you, bitch. Where are you? Ah. Ik kan ook een granaat gooien, hoor. Oké, dit gaat op zich best lekker, jongens. De headshots zijn real. Oh. Wat moet ik doen? Auw, ik loop door vuur heen en zo. Oh, oké, dus we moeten gewoon iedereen uitschakelen. Oké. Oei, oei, oei. Dat was wel een lekkere hit hoor. Here we fucking go, peoples. Understood. We verwachten mensen aan deze kant, geloof ik. Oh ja. Granaatje gooien weer. Bye, bitches. Reload. Oké, dit gaat op zich best lekker hoor. We zijn helemaal niet slecht bezig. Oh, 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 oh! Regroup with Agent Miko. Regroup and prepare to move out. Regrouping. Op dit moment denken wij nog dat wij super goed bezig zijn en vet sterk zijn en de enemy aan het uitschakelen zijn. Those can't be all of them. Those rebel commanders must have already moved on. We should too. We're near platform 4. Is there a shuttle there? No, TIE fighters only. Even better. We should move carefully. We don't know how many rebels are out here. No, we'll deal with them the same as the rest. Today we wipe out that scum once and for all. En daar ging de Death Star. De machine waar wij zo lang aan gewerkt hebben. De Empire. Dat is voor wie wij nu spelen. Dus je snapt wel waarom zij een beetje heartbroken zijn. Look around, agents. We can grieve later. Right now we need to move. Okay. On you, Commander. We need to reach platform 4 and secure those TIE fighters. That's our only way back to the Corvus. Agent Miko, scout ahead. Yes, Commander. Miko, scout ahead. Agent Hatt, you son of a bitch. I need to speak with the Admiral. Yes, Commander. Patching you through now.
Inferno Squad is evacuating Endor. What's the situation? Vice Admiral Sloane has ordered a retreat. We're pulling out of the system. Make it to your ship, Commander. Survive. I will send you the rendezvous coordinates. Yes, sir. We'll contact you when we reach the coordinates. Alrighty. I don't understand how this happened. The trap was perfect. Someone made a mistake. High Command overlooked something crucial again. No, there has to be more to it. The rebels were outnumbered and outgunned. Zijn er geen rebels hier? The Emperor underestimated the strength of our enemy and we paid the price. Verwacht dat hier weer een fight komt. Permission to speak freely. Granted. I know we're alone, Aiden, but that sounded treasonous. Look to the sky, Hask. It's not treason if it's the truth. I don't see anything in the sky. Heads up, Commander. Rebel patrol headed your way. Thank you, Agent Miko. We'll take care of them. Bunker is right here. Heavy weapons stashed according to report. I have a visual on the patrol. We should ignore them where they stand. Rein it in, Agent. You don't fire until I do. If it were that easy. Fire! Taking them down. Oh yes, here we go. Oh, ik schot alles mis, maar dat maakt niet uit. Patrol neutralized. Oh yo, wat zijn wij goed. Wij zijn de enigen die volgens mij iets uitgehaald hebben. Commander, I put eyes on a rebel ambush. We lost a shuttle and our men are overrun. Keep scouting, agent. We'll see what we can do. Oké, er zijn troepen van ons in gevaar. Dus wat wij gaan doen, wij gaan ze helpen. Ik heb misschien een granaat op onze eigen troepen gegooid. Daar zag het er wel naar uit. Ik zag stormtroopers vliegen. Die, bitch! Daar raakte ik ook weer helemaal niemand mee. Ah! Oh joh, ik word wel een beetje neergeschoten, merk ik. Bye bitches! Haha! Hey, jongens, hoeveel komen er nog? The rebels have them pinned down. We have to help our troopers. Go. That's all of them. Oké, we hebben ze verslagen. Nice. Oké, we hebben hier onze stormtroopers. That's the point, Sergeant. All the same, we're in your debt, Commander. Good day, boys. Let's hunt some rebel scum. Oh shit. Loop niet door het vuur, jongens. Kijk uit. kunnen we al scannen? I'm hearing reports of enemy transports landing across Endor. They're deploying troops all over this moon. We won't be here much longer. Here we go. Okay, daar zijn dus mensen. Kan ik hier op? Blijkbaar niet. Oké, dan gaan wij deze mensen killen. Zal ik een granaatje gooien? Wat is dit? Officieren kunnen dingetjes neerzetten. Blijkbaar. Oké, nou ja, dus die moeten we als eerste killen. Eliminate de officier. Volgens mij ging dat best goed. Oké, maar waar zit de rest? Oh, yo, daar. Oké, we gaan hier staan. En dan doen we zo. Boom! Au, 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 au. Nou word ik wel geraakt. Doen jullie ook nog wat, of niet? Tjonge jongens, hè.
Wie schiet jij? Zit daar iemand? Ah! We're done here. Agent Miko, what's your position? I've rallied a squad near the platform. Waiting on you and Agent Hask before we move in. On our way. Here we go. We gaan hier naar binnen. Loop ik weer door vuur heen, hè? Hey, een rocket launcher. Die kunnen we vast gebruiken. Zo. Here we go. Hello? Hello? Oh, hier is iedereen. Agent Miko, situation report. Commander, rebels have seized platform 4. It's gonna be a fight to take it back. Looks like you're ready for it. Troopers, we're gonna take back that platform. Wat moet ik hier doen? Wat is dit? And then we're gonna... New abilities. Oh, super. Dankjewel. Doe maar deze. Kan mij het schelen. Ja hoor. Here we go. Make the rebellion pay. Yes, Commander. We're with you. For the Empire! Security platform. Oké, jongens, kijk uit, want daar zijn mensen. Ik zie een officier. Dus wat wij gaan doen... Ik ga naar voren en dan ga ik me een granaatje vies hard tussen die mensen gooien. Daar word je bang van. Dat is wat we gaan doen. Daar gaat hij. Granaatje. Oh my god! Oh my god, wat is dat? Oh my god. Oké, ik heb hem geraakt. Please. Dat ding dat wil mij kapot maken, hè? Maar ik heb een rocket launcher. Ik kan hem alleen nu nog niet gebruiken. Nu wel. Oké, here we go. Boom, bitch. Get out the way. Get out the way. Get out the way. Ow! Kan ik een granaat bij hem gooien? Oh god, gooi ik hem tegen hem aan. Die, bitch, die! Oké, die is dood. I repeat, the ATST is down. Even with superior firepower, the rebels can't win. We zijn best wel goed bezig, jongens. The platform is ours. Get to the lift. Meet me at the top to secure those ties. Yes, ma'am. Here we go. Oh! Nee! Here we go again. Ik zie jullie zo als ik dat stukje weer verslagen heb. Dat was echt fucking dom. Ah! Jongens! 3 malen scheepsrecht, jongens. 3 malen scheepsrecht. Oké, we gaan naar boven. Nou, jongens. Schiet hem gewoon helemaal naar de tering. Zo. Daarnet hadden we gewoon iedereen dood. Staan we bij de lift. En toen heb ik gewoon mezelf opgeblazen. Wat was dat nou weer voor doms? Oké, reach the upper level. Nu zijn we waar we net waren. Iedereen is dood. Het is ons gewoon gelukt. En nou moeten we niet op de Q drukken. We gooien de granaat vanaf als weg. Huh? Dan kunnen we daar in ieder geval niet dood aan gaan. We drukken op de G. En dan gaan we naar boven. Oh, jongens, jongens, jongens. Commander, contact on the platform. Enemy forces are sabotaging our ships and preventing an escape. Take them down. And secure the TIE fighters for our escape. Suppress and extract. I'm looking forward to it. Oké, dit wordt een zwaar gevecht, denk ik. Push forward. Eyes on an officer. Cap, take the first side. Get the corpus ready for retreat.
Oh joh, ik schoot bijna Hask door zijn hoofd heen. We zijn goed bezig jongens, ik kijk gefocust, ik weet het. Maar we moeten die securen daar. Maar ik zie er ook gewoon niemand meer staan. Vanaf waar wordt er geschoten ook? Agent Miko, that's your TIE fighter. I'll cover you until you escape. No, leave now. I'm first in, last out. Taking off, Commander. I'm right behind you. Goodbye. Have a great time. Here we go. Ik drukte niet op granaat deze keer, dat is goed nieuws. Volgens mij gaan we nou een space battle in, gewoon. Maar dan vliegend in plaats van lopend, jongens. This is fucking insane. Oh my god. Het is nog niet klaar, jongens. Oh my god. Woehoe! Oh, yo. Oh, dit is vet. I like this. Ah! Return! Ja! Oké, ik kom eraan. Sorry. Ik moest hem volgen. Oh, waarom staat hij in de fik? Waar moet ik heen? Commander, we have a problem. What is it, Hask? Corvus was damaged by the Death Star explosion. Engines are down, but the crew is making repairs. Get the rendezvous coordinates from the Admiral. Volgens mij gaan wij een sky battle doen. Kan niet anders. Commander, I'm picking up quite a few ship signals outside the debris field. Any of them Imperial? Not many. They've either retreated or been destroyed. Oh! No! Goed, we volgen Ancient Miko, die heeft besloten om recht door alle brokstukken heen te vliegen. Here we go, I guess. Of is het gewoon om te oefenen met het vliegen zelf zo? Woehoe! Woehoe! Oh kijk. Bye bitch. Agent Hask, we're approaching the Corvus. What's the status on the engines? Ion injector systems at 60%. I'm diverting shield power to reignite the engine systems. Commander, fighters inbound. Bombers 2, defend the Corvus. It has not shield power. No. Oh shit. Oh, hier word ik misselijk van. Oh. Ah. Boom! Not bad. Ah. Oh, je moet echt opletten ook. Booyah! Okay, here we go. Here I go. Eliminate. I will eliminate. Shit. Okay, here I go. Boom. Agent Miko, let's take out these bombers. Whoa!
Dit is vet, man. Ik hou hiervan. Oh, shit. Ik moet er niet tegenaan vliegen, natuurlijk. Vroom. Oké. Here we go, here we go. Engines are almost ready, Commander. Picking up more bombers on my scanner. Oh, I will get you. Come back here. Whoa, what was that? Oh! Yeah! En terug. Oké. We beginnen het langzaam een beetje door te krijgen, mensen. Oh! Niet tegen de brokstuk opvliegen. Oh, we gaan veel sneller dan de rest. Wow! 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 Oh, jongens. We moeten een beetje afstand nemen, denk ik. En dan draaien we terug. En dan schieten we. Oké. We have the rendezvous coordinates, but the crew needs time to repair the engines. We can make time. Here we go. Eliminate. Those bombers are tearing the Corvus apart. Booyah! Engines are almost ready, Commander. Bombers on my scanner. Die, Dameron Poe. Poe Dameron. Oh! Okay, we moeten weer niet er tegenaan vliegen. Oh, return to the mission. Okay, I'm on my way. I'm on my way to the mission. Bitch. I really can't hold against those Y-wings, Commander. Ik doe mijn best, oké? Okay? Engines are operational, Commander. Perfect timing. Agent Miko, get to the Corvus. I'm right behind you. Commander Versio, order your ship to retreat, then join me on the Eviscerator. Sir? Classified orders, Commander. I will brief you in person. Yes, Admiral. Oké, okay, we moeten dus nu naar een ander schip. Admiral and I will rendezvous with you later. Understood, Commander. Je schiet er op mij. Ah! Jij. Maar volgens mij, jongens, hebben we de missie gehaald. Wij worden gevraagd naar dit schip. Ik ben benieuwd wat onze missie wordt, jongens. You wish to see me, sir? Approach. The Emperor is dead. Dum dum dum. So what happens now? We retaliate, Commander. The Empire will assault the very foundation of the rebels' pathetic belief in themselves. Tell me, Aang, what is the source of their belief? Hope. Correct. This messenger's presence is a great honor, one I choose to share with my daughter. Ah, that is onze vader. The Emperor. Admiral Versio, Operation Cinder is to begin at once. Resistance, rebellion, defiance. These are concepts that cannot be allowed to persist. You are but one of many tools by which these ideas shall be burned away. Heed my messenger. He shall lead you to your target.
Operation Cinder is the last command of our Emperor, and the first step in securing our future. Inferno is crucial to its success. What's our target? You are not verified. That information can wait. For now. Here are next assignments. They are unusual. But these are unusual times. Go, Commander. Do what you do best. Ja, jongens. Ik ga hem hier stoppen. Als het kan. Ik kan namelijk niet op escape drukken. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering. Vonden jullie het leuk? Laat het dan even weten door een blauw duimpje omhoog natuurlijk. Ik hoop dat jullie het vet vinden, want ik vind het een vette storyline. En een vette game om uit te spelen. Zeker nu met dat vliegen. Volgens mij wordt dat ook de volgende missie weer. Een space battle. Mensen, hopelijk tot die volgende aflevering. En zoals altijd zeg ik vanaf hier. Ciao.